En dan gaan we gewoon proberen om onze allereerste Pokémon te vangen in Pokémon Sword. En dat is... Yo Nintendo fans, super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. En we gaan gelijk verder met het spelen van Pokémon Sword. In de vorige aflevering, de allereerste aflevering, waren we een bos ingerend. Zijn we daar Zacian tegengekomen. Er was veel te veel mist, we lagen op de grond, we wisten niet wat er gebeurde. We werden wakker en nu is Lee hier om ons, denk ik, te redden. En Hop die gaat ook nog een beetje stoer doen tegen Lee. Die zegt, jij weet nooit de weg te vinden, hoe heb je ons gevonden? Leon zegt, ik was zo ongerust en jullie kwamen maar niet, dus ik ben jullie maar gaan zoeken. Hop vraagt zich af waar Wooloo is. We wilden Wooloo redden. Oh, kijk, oké. Charizard heeft Wooloo onder zijn hoede. Het gaat goed met Wooloo, zegt Leon. Jullie lagen hier allemaal, maar ik heb jullie gelukkig gevonden. Je moet hier gewoon niet komen. Maar jullie hebben wel lef dat jullie dit gewoon voor Wooloo hebben gedaan. En gelukkig gaat het goed met Wooloo, zegt Hop. Maar die mist die was wel super raar. En die gekke Pokémon die viel ons aan. Maar het was in ieder geval niet voor niks. Hij viel ons niet aan, jongen. Hij liet ons met rust. Leon vraagt zich af waar we het over hebben. En Hop zegt, deze Pokémon is sterker dan alle Pokémon die ik ooit heb gezien. Onze moves konden hem geen eens aanraken. Ja, Leon gelooft het zo te zien niet helemaal. Hij zegt, oh, die Pokémon die hier leeft, dat was eigenlijk dus een illusie, want jullie konden hem niet raken. Leon zegt, word maar sterk genoeg en dan ooit zullen jullie de waarheid kunnen achterhalen. En we moeten eerst nog even langs onze moeder om even gedag te zeggen. Mama, ik ga er vandoor. Maar ik ben echt niet weggelopen. Ik ben echt niet net gewoon naar het woud gegaan waar ik niet mocht zijn. Echt niet hoor. Ik ben benieuwd of mijn moeder het gehoord heeft. Volgens mij niet. Mijn moeder doet gewoon aardig. Die zegt, oh, Grookey, die is zo lief. Oh wel, oh, Leon heeft het verteld aan mijn moeder. Nee, ze heeft het erover dat we weggaan, dat we naar Wedgehurst gaan. Niet dat we in het bos zijn geweest. Oké, thanks Leon. Zo, alsjeblieft. Hier, wat zakgeld. Koop maar wat moois voor jezelf in het Pokémon Center. Misschien een paar potions. Grookey zal altijd met je battelen, maar wees niet te streng voor hem. Grookey is zo tof. Dankjewel, mama. En dan gaan we nu echt beginnen aan ons Pokémon-avontuur. We mogen nu eindelijk in het gras, maar ik heb nog steeds geen Pokéballs. En ik heb geen Pokédex. Dus we moeten eigenlijk nog eerst even de Pokédex halen. Hier gaan we, een grote eerste stap. Mijn eerste stap om de volgende kampioen te worden. Ik ga mijn Sobbeltrain door met Pokémon te battelen die in het gras leven. Maar we moeten eerst naar het gebouw. Daar zo, met die Pokéball. Dat is de Pokémon Research Lab. Oké, man. Let's go. Oh, we mogen niet hier naartoe. Wooloo's hebben de weg afgeschermd. Oh, nieuwe Pokémon. Yo. Wel tof dat we toch die Pokémon gewoon hier zien. Althans, we zien ze niet allemaal, want deze zagen we blijkbaar niet. En dit is een gloednieuwe. Dit is een Blipbug. Fantastisch. Die designs van de nieuwe Pokémon zijn wel echt spot on hoor. Wow. Blipbug doet Strugglebug. Oh ja, dit is natuurlijk... Auw, ja, dit doet pijn. Dit doet pijn, dit is super effectief. Dit is geen critical hit. Hij doet nog een keer Strugglebug. Oh, deze Pokémon maakt het me gewoon... Critical hit! We zijn bijna dood. Oh, ik moet die Blipbug nu verslaan. Ik moet hem nu verslaan. Oh, dit ging maar net goed. Gelijk een super moeizame battle tegen een Blipbug. Die moet in ieder geval in mijn team. Ik heb nu al een potion nodig na de eerste Pokémon battle. Oh, Wooloo, we zien hier een Wooloo. Ja, ik kan ze nog niet vangen. Dat is jammer. Dus ik ga ze gewoon een klein beetje negeren totdat we ze kunnen vangen. Gelijk hier al 3-4 nieuwe Pokémon, jongen. Echt zo tof. We hebben 2 Paralyzed Heels gevonden. Ik vind het wel grappig dat je sommige Pokémon wel gewoon ziet en sommige ook niet. En dan ben ik toch benieuwd welke Pokémon dat zijn die je niet ziet, hè? Maar dat zal waarschijnlijk wel een Blipbugje zijn. Dus even kijken of het inderdaad weer een Blipbug is. Nee, het is nu gewoon een Squawet. Go, Grookey! Ik wil ze allemaal vangen. Geef me Pokéballs. Ik wil jullie allemaal vangen, vrienden. Jullie zijn zo tof met z'n allen. Ik wil een Squawet. Ik wil een Blipbug. Ik wil een Wooloo. Ik wil jullie allemaal. Oh, huh? Is dat een Berry of zo? Ja. Wat? Wow, hij is weer helemaal vol. Zijn HP is weer helemaal vol. Waarschijnlijk heeft hij een ability dat als hij dus zichzelf hield met een berry, dat hij nog even wat extra hield of zo. Kijk, deze Pokémon maken het me gewoon nu al moeilijk. Normaal zijn de Pokémon op de eerste route super easy om te verslaan. Ik moet gewoon nog een potion gebruiken. Jullie maken me echt moeilijk, jongens. Die Blipbug en de Squawet. Blipbug, Squawet. Let's go, Grookey. Let's go. Pak hem. Oh, voordat ik het vergeet, ik moet natuurlijk wel even de vraag van de dag aanpassen. En de vraag van vandaag is, welke Pokémon op route 1 vind je het leukst? Is dat Blipbug? Is dat deze Squawet?
Is het Wooloo? Of is het dat vogeltje van wie ik de naam nu nog eventjes niet uit mijn hoofd weet? Ik vind deze wel heel leuk eruit zien hoor, die Squawfet. Maar toch, ja, Wooloo heeft ook wel nu al een speciaal plekje in mijn hart, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik twijfel een beetje tussen Squawfet en Wooloo. Terwijl we wel Squawfet nu lekker verslagen hebben. Oh, dit is wel even fijn zeg. Hoppakeetje, level 8. Goed bezig, Grookie. Ja, je kan dus ook nog stemmen op dit vogeltje. En dit vogeltje heet, oh ja, Rookie D. Oh, die is ook al level 6, jongen. Waarom zijn jullie allemaal zo sterk hier? Holy moly, jongens. Doe eens even normaal. Ja, Pack is super effective. Ik ga weg. Ik ga wegrennen. Run! Wegwezen, Grookie. Dus ja, welke vinden jullie het tofst van al deze Pokémon die we tot nu toe zijn tegengekomen op route 1? Laat het even weten in de reacties. Is dit de Charizard van Leon? Ben je gewoon hier aan het chillen? De champion is here. Is de kampioen weer hier? Is die hier? Ja, hij is hier. Leon is hier. Die staat ons op te wachten voor het Pokémon Research Lab. En hij zegt, nou, je doet het nu al beter dan ik in het begin. Want ik raak altijd de weg kwijt. Zie hoe je nu al bent gegroeid. Allemaal dankzij de Pokémon die je bij je hebt. Grookie. Leon is blij dat hij Charizard bij zich heeft. En we gaan naar binnen. Let's go. Naar het Pokémon Research Lab. Waar we onze Pokédex gaan krijgen. Ik moet het toegeven aan professor Magnolia. Alles hier binnen ziet er echt fascinerend uit. Powark. Oh. Komt hier weer een nieuwe Pokémon? Ja, dit is Yamper. Ja, deze hebben we al gezien in de trailers. Volgens mij is dit Yamper. Super schattig hondje. Ik denk een electric type, maar dat weet ik niet zeker. En is dat professor Magnolia? Oh, wauw. Zij zou liever willen dat Leon gewoon lekker hier zou blijven en niet meer naar buiten zou gaan. Dit is een echte boekenworm volgens mij. Hallo mevrouw, hoe maakt u het? U heeft wel mooi haar, moet ik eerlijk toegeven. Leon zegt, goed je te zien, Yamper. Yamper is een echte kampioen als je de weg kwijtraakt. Oké. Het is een speurhond dus. Hij heeft me zo vaak gered toen ik verdwaald was, zegt Leon. En dit is trainer Sonia. Oh, dit is niet de professor, dit is Sonia. Leon houdt van Sonia's kookkunsten. En Sonia zegt, wat is dit voor introductie? Kom op. Ben je soms vergeten dat we rivalen waren vroeger? Het was niet alleen Yamper die je hielp. Ik heb je ook geholpen. Aangenaam je te ontmoeten. Dit is de assistent van de professor. Sonia zegt, oh, wie denkt hij wel niet dat ik ben? Hij heeft altijd maar zijn hoofd in de wolken. Het is niet zo gek dat hij altijd verdwaald raakt. En ze zegt, oh, je hebt een Rotom-telefoon. Hé, hey, Rotom. Hebben wij... Oké. Een Rotom-telefoon tegenwoordig. Geen Rotom Pokédex, maar een Rotom telefoon. Ik wil ook een Rotom telefoon. Screw iPhone, ik hoef geen iPhone. Geef me gewoon een Rotom telefoon. Sonia vraagt, weet je al veel over Pokémon? Ja, we weten al best wel veel over Pokémon. En ze gaat onze Rotom telefoon aanpassen, zodat we de Pokédex kunnen gebruiken. Yes, Pokédex in de pocket. De Pokédex is een gift van mijn oma. Kan je mijn oma laten weten dat je de Pokédex upgrade hebt? Ze woont in het huis voorbij route 2. Ja hoor, dat kan ik vast wel, Sonia. Maar ik wil eerst eventjes hier gewoon lekker chillen. Even kijken wat die allemaal is. Misschien ligt die ergens nog wel een item hier in deze bibliotheek. Nope. Helaas. Geen items. Wel super veel boeken. Nou, dan gaan we weer naar buiten. Doei Sonia. Het was aangenaam kennis met je te maken. Leuk je te zien. Doei Yamper. We komen jullie vast nog wel een keer tegen. Sorry dat ik je even stop. Je hebt vast de Pokédex nu, hè? Ik hou ervan om met nieuwe trainers te praten en hun allerlei stuff te geven die waardevol is. Hier, een potion. Dankjewel. En hij zegt, praat met zoveel mogelijk mensen. En dan krijg je allerlei nuttige informatie. Oh, wat voelt het goed om lekker hier te mogen lopen. In de Galar region. In Pokémon Sword. Het is zo tof. Eens even kijken of er nog wat te beleven is op het treinstation. Kan ik een kaartje kopen? Oh, dit is de Pokémarkt. Oh, kunnen we hier Pokéballs kopen? Alsjeblieft. Mag ik... Nee. Laat me Pokéballs kopen. Ik wil Pokéballs. Oh, en ik wil sowieso even wat antidotes. Voor de zekerheid. Ik ga nog geen revives kopen, want ik heb toch nog maar één Pokémon. En daar is Hop weer. En Hop zegt, we moeten een nieuwe Pokémon vinden en een heel goed team bouwen. Gelukkig zijn er Pokémon Centers. En in Pokémon Centers kunnen we natuurlijk onze Pokémon healen. Let's go. We gaan naar binnen. Ah, daar is ze. Jenny. Sister Joy. Is het je eerste keer in een Pokémon Center? Nee, natuurlijk niet, vriend. Die meneer daar in de hoek zegt, als jullie Pokémon trainers zijn, dan is het misschien wel slim om even potions te kopen. Die heb ik net gekocht. In het treinstation. Daar kon ik ook potions kopen. Oké. En bij deze gasten kunnen we dus moves vergeten en oude moves herinneren. Oh, dit is super nice. Dit is zo handig. Want soms vang je een Pokémon op een hoog level. En dan is die bepaalde moves van vroeger alweer vergeten. Terwijl je die moves toch misschien wel gewoon zou willen hebben bij die Pokémon. En dan kan je dus bij deze meneer een move vergeten en die oude move weer leren. En dat is echt super handig. Maar goed, dat hebben we nu niet nodig. Wat is dit voor computer? Even kijken. Oh, dit zijn gewoon de boxes. Mijn Pokémon boxes. Hier kunnen we dus allemaal spullen kopen. Potions, antidotes. Ja, en hier ook geen Pokéball. Waarom zijn alle Pokéballs uitverkocht? Wil je alsjeblieft mijn Grookie beter maken?
Maar mijn Grookey heeft het zwaar te verduren gehad tegen al die wilde Pokémon. Dankjewel. Ik vind het toch altijd raar dat ze zeggen, we hopen je nog een keer te zien. Dus jij hoopt dat mijn Pokémon weer in elkaar geslagen worden en ze healing nodig hebben. Ik hoop eigenlijk dat ik jou helemaal niet nodig heb. Oh, is dit een fortune teller? Oh, we moeten hier onze geboortedatum opgeven. Nou, ik ben in april jarig. En op de 19e is mijn verjaardag. Ze is afgeleid. Oh, ze kan het niet lezen. Wauw. En ze zegt, nou, mensen met jouw geboortedag, die worden super gelukkig. Ooit mag je zelfs een legendarische Pokémon tegenkomen. Ja, maar die zijn we al tegengekomen, mevrouw. Dit is best wel een groot dorpje trouwens. Wat is dit? Is dit ook een shop? Oh, berries. Hier kunnen we berries krijgen. Dit is wel nice. Ik wil wel wat Orange Berries van jou. Orange Berries die geven 10 HP terug op het moment dat je dus onder een bepaald HP komt. Oh, Hey, we hebben Pokéballs gekregen. Ik heb geen eens doorgehad dat we Pokéballs hebben gekregen. In ieder geval ga ik een Orange Berry aan Grookey geven. Maar waar hebben we opeens Pokéballs gekregen? Waarom heb ik dat niet door? Oh, jongens. Ik ga nieuwe kleren kopen. Sowieso. Heb ik genoeg geld hiervoor? Ik heb zeker genoeg geld hiervoor. Dit is vet. Een Arcanine Art t-shirt. Oh, ik ga hier veel te veel geld aan uitgeven. Ik voel het nu al. En we hebben ook een Camp Curry t-shirt. Een sukkel die curry zit te eten. Ik vind dit shirt eigenlijk wel heel mooi. Maar ik vind deze ook wel geinig. We gaan voor het sukkel shirt. Let's go. We hebben een nieuw t-shirt. Ja, mijn t-shirt is baas, jongen. Gewoon een sukkel op mijn t-shirt die lekker aan het eten is. Hop zeg, als je een echte trainer bent, dan wil je vast wel de gym challenge doen. En dat is de challenge voordat je de gym battle mag gaan doen. Sowieso wil ik een gym challenge doen. Maar eerst eens even kijken wat er hier is. Ik wil even in alle huisjes gewoon kijken. Ik wil gewoon niet iets missen, zeg maar. Misschien lag hier wel een item. Een TM of zo. Als dat in de game zit. Wat sta jij hier te kijken? Dat huis daar in de verte met het paarse dak. Dat is waar de Pokémon Professor leeft. Let's go! We gaan er naartoe. We gaan naar de Pokémon Professor. En hier hebben we Route 2. Overheer, Rikkertje. Hop wil weer met ons praten. Wat is er nou weer, Hop? Wat wil je nou weer? Van me. Oh, Leon is er ook bij. Ze gaan ons leren hoe je Pokémon moet vangen. Nou, dat weten we wel, jongens. Eerst moet je je Pokémon verzwakken. En als die zwak genoeg is, dan maak je een betere kans om hem te vangen. Oh, kijk, Leon heeft ook nog een Rookie D. Oh, hij gaat gewoon gelijk een Pokébal gooien. Gooi jij maar gewoon gelijk een Pokébal. Wie weet werkt het. Wie weet kan je ook die Wooloo gewoon in één keer vangen. Heb je nu ook een Wooloo in je team, Leon? Yay! Gefeliciteerd, Wooloo. Jij mag naar de Pokémon kampioen. Oh, we krijgen nog meer Pokéballs van Leon. Wat tof, dankjewel. 20 Pokéballs. Hoppakee, dan hebben we nu 25. Pokéballs. Nou, daarmee kunnen we wel lekker wat nieuwe Pokémon krijgen. Oké, wie gaan we vangen? Gaan we sowieso zo'n Pokémon vangen? Of gaan we even kijken wat dit voor Pokémon is? Het is een Rookidee! Go, Grookey! Moeten we uitkijken voor de pack-aanval van Rookidee, want die is super effective op Grookey natuurlijk. Dat is wel lastig. Hij doet leer. Oké, dankjewel. Echt heel aardig dat je ons spaart. Nog een keer Scratch. En dan gaan we gewoon proberen om onze allereerste Pokémon te vangen in Pokémon Sword. En dat is een Rookidee. Hij doet nu Power Tip. Geen idee wat dat was. Go! Een Pokéball! Op Rookidee gaan we onze eerste Pokémon vangen. 2, 3. Ja! We hebben hem! Rookidee was caught. En daarmee hebben we onze tweede Pokémon. Yay! Ja hoor, en dan komt hij in de Pokédex. Rookidee's data will be added to the Pokédex. De Pokédex zegt het volgende. Hij gaat dapper het gevecht aan met elke tegenstander. Het maakt niet uit hoe sterk die is. Deze Pokémon profiteert van elke battle. En zelfs als die verliest, wordt hij een beetje sterker. Ik vind je leuk, Rookidee. We hebben nu Grookey en Rookidee. Oh, wow, wat is dit voor vosje? Dit vosje is super tof. Nickit. Oh, wauw. Welk type is dit vosje dan? Ik vind dit vosje super tof. Oh, dit is een van mijn favorieten tot nu toe. Ik vind hem echt heel cool. Is dit een normal type Pokémon? In eerste instantie dacht ik dat dit een vuur Pokémon kon zijn misschien. Omdat hij natuurlijk rood is. En ja, hij heeft op zich wel wat weg dan van Vulpix of zo. Waarom versla ik hem? Waarom vang ik hem niet? Ik was te gehyped. Ik wil nog een Nickit. Daar loopt er nog een. Ik wil jou in mijn team. Ik vind jou tof. Oh, deze is zo leuk. Oké, ik ga je nu scratchen, ja? Ik ga je nu scratchen. Ik ga je niet te hard slaan. Hij doet beat-up. Oké. Nice. Oké, nog een Scratchy. En dan kan ik daarna een Pokéball op zijn bakkes gaan gooien. Daar gaan we. Ik wil jou hebben. Ik wil jou hebben. Ik ben zo benieuwd naar jouw type. Wat ben jij tof. Kom maar. Ja! Oh, ik ben super hyped voor deze Pokémon, jongens. Op het plaatje hierboven ziet hij er wel een klein beetje depressief uit. Ik hoop wel dat hij iets vrolijker wordt nog. Eens even kijken, wat voor type is dit? Het is een Dark-type Pokémon. Hij heeft van die zachte dingetjes onder zijn voeten. En daarmee sluipt hij door winkels waar ze eten verkopen. En pikt hij al het eten van andere Pokémon. En hij overleeft door rotvoedsel of zo? Wauw. Oké. Ik vond jou heel tof, maar nu vind ik je een beetje een gekke Pokémon. Oké, zullen we deze ook nog even vangen? Laten we deze Pokémon ook nog even vangen. Omdat je zo leuk bent. Squawbit! Pak hem! Squawbit gebruikt Bite. Wij doen nog een keer Branch Poke. En dan gaan we deze Pokémon ook vangen, jongens. We gaan lekker. We gaan heerlijk. Kijk hem bijten dan. Squawbit! Wil je ook in mijn team? Yep,
Hoppakee! En nog een Pokémon erbij. En daar is die. Er zijn er heel veel in de Galar-regio. En deze Pokémon wordt een beetje ongemakkelijk als er geen berries meer in zijn wangen zitten. Ik denk niet dat dit een Pokémon is waarmee je hele pre... Wow, wat was daar? Wow, ik zag een gele Pokémon. Maar ik zie hier ook nog een Blipbug. Die gaan we natuurlijk ook vangen. We gaan gelijk alles vangen, jongen. Was dat een Yamper die we net zagen? Want die wil ik sowieso ook hebben dan, hoor. Oh, hij gaat Strugglebug doen. Ah, ja, die doet altijd pijn. Oh, maar we hadden natuurlijk een Berry. Dus ja, dat scheelt. Kunnen gelukkig nog een klein beetje HP erbij krijgen. Ik ga nu wel gewoon gelijk mijn Pokébal gooien. In de hoop dat ik hem ga vangen. Want het is toch nog een beetje... Ja, er zijn nog niet zulke hele sterke Pokémon nu. Level 6, Blipbug. Gaan we die vangen met deze Pokébal? Hoppakee! We hebben bijna een full team, jongens. Deze Pokémon verzamelt informatie. Hij is super slim. Maar heel sterk is hij niet. Arm Pokémonnetje. Ik vind je wel leuk, Blipbug. Dan gaan we even kijken wat die gele Pokémon hier is. Die wil ik ook nog vangen. Wat is dit? Dit is ook weer een nieuwe. Een Chewtle? Oh man. Hoeveel nieuwe Pokémon zitten er in deze game? Volgens mij... Oh, oké. Die was super effective. Wat is dit voor type dan? Is dit een Ground-type Pokémon? Hij doet een Tackle. We gaan ook deze Pokémon vangen. Deze Chewtle. Jij mag ook in mijn team. Hoppakee. Chewtle is er ook bij. En zo hebben we gewoon opeens een full team, jongens. Rookie en Nickit gaan alle drie een leveltje omhoog. Het is een watertype. Tof. Ik ben benieuwd of deze van pas gaat komen. Ja, en zo hebben we gewoon nu al een heel vol team met Pokémon. En in de verte zien we inderdaad dat daar het huis is van de Pokémon professor. Oh. En we moeten denk ik onze eerste battle gaan doen. Maar dat gaan we doen in de volgende aflevering van Pokémon Sword hier op dit kanaal. Abonneer je als je Pokémon vet vindt, als je Nintendo vet vindt. En doe even sowieso die duimpjes omhoog voor deze serie. En wil je met deze game ook live zien spelen en dan wat langer dan een kwartier of 20 minuten. Volg me dan op twitch.tv/Rickitu. Dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!